zijn vandaag bij Roders Wellness in Oldebroek. En we mogen een kijkje nemen bij de training van Team Riverside Racing. Want zij gaan aanstaande donderdag op de handbike van Wezep naar Breda, naar het Glazen Huis. Om op deze manier geld op te halen voor het goede doel. Willem, waar komt de naam vandaan? Ik heb die naam gekregen van mijn schoonzoon, Chris, Christian van den Berg. En mijn dochter Mieke, dat is zijn vrouw. En mijn andere zoon en mijn vrouw. Ik heb nu 3 jaar lang meegedaan met de wedstrijd in Oostenrijk. En toen hebben zij gedacht, we moeten iets doen voor die man. Hij is al zo oud, laten we dus iets leuks voor hem doen. We maken een website voor hem. Ja. En aan mijn naam, mijn achternaam Van der Wal, hebben ze de naam Riverside gekoppeld. En we gaan dus nu zelfs met het team naar Breda aanstaande donderdag. En hoe is dat team bijeengekomen? Ik doe het al 3 jaar. Ik ben begonnen bij de Vogeland in Zwolle, revalidatiecentrum. Daar train ik al 3 jaar. Ik heb 3 jaar meegedaan met een wedstrijd in Oostenrijk, waar ik dit jaar de snelste stijger was. En dan is er toch iets van animo van andere handbikers die naar je toe komen. Van hé, hoe doe jij dat, hoe doe je dit? En ik neem graag jonge mensen onder mijn hoede. En die probeer ik dan een beetje wegwijs te maken in de handbikewereld. En dat is zo goed gelukt dat ik nu ondertussen een team heb. Maar ik wil het niet mijn team noemen, want het is het Riverside team. Wat is een handbike precies? Nou ja, zoals je ziet, ik zit erop nu. Een handbike is een fiets die je alleen maar kunt voortbewegen met je armen. Een normaal iemand doet het met de benen, die zit in mijn zadel. Kan met de benen kracht maken, maar wij kunnen dat niet omdat we of een amputatie hebben of een verlamming. Ik heb dan een eenzijdige verlamming. Dus ik kan het niet met mijn benen doen, dus moet ik het met mijn armen doen. En dan heb je ze in 2 soorten. Ik zit op mijn knie zitten, ik zit op mijn knieën. En je hebt zitters. Dan zitten mensen gewoon met de benen recht vooruit. En het is voor ons, ja, zeg maar, het ei van Columbus. De eerste keer dat ik op een handbike zat was in het Roesing in Enschede. Toen mocht ik dan na zoveel training binnen, mocht ik met een handbike naar buiten. Ik heb daar 1 uur lang zitten zingen als een kind. En dat is zo raar als je daarover komt op zo'n leeftijd. Dat je zo blij bent dat je weer een stukje vrijheid terugkrijgt. Ja, en dat laat ik nu niet meer los, want ik ben knettergek van dat sporten. Ik heb er ondertussen al 3 gekocht. Ik heb er zelfs 1 boven op mijn slaapkamer staan, een splitsplinternieuwe. Waar ik een tax op heb zitten met een computerprogramma, dus ik kan zien dat ik de berg in ga. En dat doe ik als stiekem. Mag niet van de doktoren, kan het niet laten. Nee, het is echt verslavend. En dat zullen ze allemaal merken hoor, de nieuwelingen. Die komen er nooit weer van los. Sanne, jij bent de enige vrouw in het team. Kun je een beetje opboksen tegen die mannen? Ja hoor, prima. Het lukt best wel makkelijk. Ik hou gewoon met mijn eigen niveau bezig. Met mijn eigen doelen. Met wat ik zelf kan en wat ik zelf wil. En dat lukt prima. Ook qua de jongens en ja. Wat ik ook zelf kan. Want je traint nu mee met ze. Maar je gaat donderdag niet mee op pad. Want je hebt nog geen fiets. Klopt dat? Ja, op zich klopt dat wel. Ik heb wel een fiets, maar ik heb ook gezegd van ik ga eerst focussen op een doel die ik nu heb en dan pas zeggen van ik focus ook op doelen die ik daarbij kan krijgen. Dus niet focussen op meerdere doelen, maar 1 per keer. En wat is je doel? Voor nu mijn namelijkste doel is dat ik naar Oostenrijk ga, dat ik 20 kilometer de berg op fiets. Ja, daar ben ik nu voor 2 dagen in de week aan het trainen, elke dag fietsen. Nou, waarom willen ze zijn weg? Dus, Inderdaad. Goed, maar aan zo'n fiets hangt natuurlijk wel zo'n prijskaartje. Er hangt een mooi prijskaartje aan, maar het voordeel is van als je er net mee begint. Iedere mens met een beperking en die graag wil handbiken, die kan bij de gemeente een sportbudget aanvragen. Dat is wel per gemeente verschillend, maar het schommelt allemaal zo rond de 2800, 2900 euro per 3 jaar. Kun je in 1 keer krijgen. Dus Sanne gaat misschien een fiets kopen. Demion, een jongen van ons team, gaat waarschijnlijk een fiets kopen. Die heeft hem al gekocht trouwens. En die krijgen dan netjes 2800 euro van de gemeente. En daarnaast moet je dan nog, voor een instapmodel die zij hebben, is er ongeveer 3400 euro. Dus moet je er zelf 600 euro bij doen. Maar de fiets die ik nu op mijn slaapkamer heb staan is 6500 euro. En ik denk als ik deze nu moet kopen dat ik 8000 kwijt ben. Ze worden op maat gemaakt. De nieuwe die ik heb gekocht in Duitsland die is helemaal aangemeten door een heel vakkundige, zelfs de directeur van het bedrijf Smicking. Die heeft alles gemeten. Lengte van mijn bovenbenen, lengte van mijn onderbenen, breedte van mijn heupen, breedte van mijn schouders, lengte van mijn armen. Met een knikje, want dan mag je arm niet helemaal strekken, want dan krijg je problemen in je gewrichten. Dus die heeft alles opgemeten en dan duurde het normaal 6 weken. Voordat je een nieuwe fiets hebt, bij mij duurde het 3 maanden. Maar
Hoe langer je wacht, hoe groter de verrassing. Want je doet alles met je bovenlijf. Ben je niet bang voor blessures? Als je het maar goed doet. Daarom is in de winter wat we nu doen, krachttraining, heel belangrijk. En voordat je gaat trainen op de weg, moet je wel zorgen dat je kilometers hebt gemaakt in de beweging. En dat kun je met apparaten hier doen, je kunt trekken, noem maar op. Je kunt van alles doen. Ja. Maar als je gaat fietsen, ik zeg altijd als we gaan fietsen, licht beginnen. We hebben 27 versnellingen tot onze beschikking, dus daar kunnen we wel iets mee doen. Ja. En dat gaat me goed af, want ik fiets hier makkelijk 40 km per uur mee. Gea, het team mag bij jou in de zaak gaan trainen. Ja. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Nou, Chris heeft eigenlijk jarenlang bij ons gewerkt en zodoende zijn we aan elkaar gekomen. Ja, het is nu koud en donker buiten, dus gewoon gevaarlijk om de weg op te gaan. Precies, en daarom mogen ze hier trainen, om zo de wintermaanden eigenlijk door te komen. En dat ze toch bepaalde doelen kunnen halen. Dat vinden we toch wel heel belangrijk. En je bent zelfs zo gek op handbiken dat je 180 kilometer gaat afleggen naar Breda. Ja, je moet iets hebben wat je plaagt, zeg ik wel eens. Maar aanstaande donderdag gaan we dus vanuit Wezep bij Stoudam om 's ochtends om 6 uur richting Breda. En dan hopen we 's middags rond een uur of 5-6 te zijn. En met een zak geld op de rug. En die gaan we dan netjes afgeven in het Vlaashuis. En hopen dat we wat aandacht krijgen. Dat wij als mensen met een beperking ook best wat kunnen doen voor mensen die het nog slimmer hebben dan wij, denk ik ten alte maar. Dit is de laatste training voordat jullie donderdag... Voor de donderdag gaat gebeuren. Hoe hebben jullie hierop voorbereid? Ja, fietsen doen we en echt wat alles kunnen met de handen. Ja. Dat die staan. En dumbbells? Ja, ook. Wat doe je daarmee? Nou, gewoon zo zijn. Ah, voor de biceps. Ja. We hebben gezegd, we gaan voor een streepbedrag van €2000. We hebben zelfs één lid in ons team. Die wordt gesponsord voor €15 per kilometer. Dus wat er ook gebeurt, die komt niet van zijn fiets. Nee. Al moeten we hem ook vooruit duwen met de auto, maar die komt niet van zijn fiets.